Tegenwoordig leven we steeds langer, dus worden we ook steeds ouder. 1 op de 4 mensen wordt nu al ouder dan 90 jaar. Maar wat doet die extra tijd met ons? Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert het Arthouse Lux het gloednieuwe UP-festival. En hierin kom je alles te weten over het leven voor gevorderden. One day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. In deze speciale uitzendingen van N1 in samenwerking met Lux nemen we je alvast mee naar het thema ouderdom. Straks vragen we op straat wat men denkt dat de voor- en nadelen zijn aan het ouder worden. Maar eerst kijken we naar wat de ambassadeurs van het festival te zeggen hebben over dit onderwerp. Je ziet Dries van Acht, Hedy Dancona en Bahram Sadeghi. De aanwezigheid van ouderen in ons midden is een steeds relevanter feit. Dat doet er steeds meer toe voor hoe de samenleving werkt. En daarom is het de moeite waard om daar ook aandacht aan te besteden. Er zijn 10.000 mensen in Nederland die als ouderen zingen, tekenen, verhalen vertellen, toneel spelen. Nou, noem maar op, ballet. Er zijn ook veel mensen die je kent die ballet zijn gaan dansen, ook mannen. Dan merk je dat in onze maatschappij bestaat nog steeds de perceptie van oud betekent aftakeling, betekent gezapigheid, betekent af. Mijn geheugen is lang niet meer zo goed als het is geweest. Ik vergeet dingen eerder. Ik ben ook vaker dingen op mijn bureau kwijt. Waar heb ik dat nou voor domme weer neergelegd? Hè? Dat soort dingen. Ik word ook gewoon hier kaler. Maar voor de rest, ik merk dat ik nog steeds alles kan volgen. Dat ik heel veel dingen nog steeds interessant vind om te volgen. Op het gebied van politiek, sport, entertainment en dat soort dingen. Ik lees en schrijf ongeveer de hele dag. En schrijven vooral vind ik heel leuk. En lezen heb ik nodig om te kunnen blijven schrijven. En ik werk voor goede zaken. Dat beeld van de ouderen is behoorlijk gemanipuleerd natuurlijk door de media. Dus als je ouderen, als ouderen aan bod komen, dan is dat toch meestal in afhankelijke, de eenzaamheid, de hulpbehoevendheid. Iets wat eigenlijk mededogen verdient. Maar dat soort van stereotypering merk ik nu bij de ouderen. En daarom denk ik ook dat zoals vrouwen zich geëmancipeerd hebben, dat eigenlijk voor ouderen nu ook aan de orde is. Ik denk dat vaak, niet lang door iedereen, maar wel vaak wordt onderschat wat ouderen allemaal nog kunnen op hun manier dan. En vaak verschillend van wat ze eerder gekund hebben en wat anderen nog altijd kunnen. Maar dat ouderen wel een eigen bijdrage kunnen leveren, in de meeste gevallen wel, aan de samenleving. Dus ja, en Hedy heeft gelijk. Hedy Dancona heeft gelijk. Weg met die stereotype beelden. Ik ben mijn werk. Ik werk graag en ik doe het met veel liefde en met veel passie. En dat wil ik ook tot aan het eind van mijn leven doen. Als je 30 of 40 bent, denk je nou, als ik 65 ben, dan is het wel genoeg geweest of zo. Je relativeert het natuurlijk naarmate je ouder wordt, merk je dat er niet zoveel verandert. Dat je niet een ander mens bent. Weet je, dat oud worden, daar had ik geen prettige associaties bij. Maar nu ik zelf die leeftijd heb bereikt, kijk ik toch anders naar diezelfde mensen van mijn leeftijd of iets ouder. Het is goed om te constateren dat je dieper besef krijgt van de betrekkelijkheid van wat je zelf bent en doet. Ik zou aan mensen die het festival bezoeken heel graag willen meegeven dat
je niet ineens van de ene dag op de andere tot ouderen wordt. Ja. Je wordt wel tot ouderen gemaakt. Ik zie ook veel mensen om me heen die het leven ervaren, opvatten en zich daarin gedragen, zoals ik doe, met veel vreugde. Je blijft groeien. Je geest zegt niet stop. Je blijft nieuwsgierig. Je wilt dingen weten. Je wilt jezelf ontplooien. Ook al ben je oud, al ben je nog ouder, dan is er altijd iets wat je wel wil leren. Er is geen dag die voorbij gaat zonder dat ik me voorneem om iets te gaan doen waarvan ik te weinig weet. En dan gaan we nu de straat op met dit onderwerp. Kan men een leuk aspect verzinnen aan oud zijn? En wat lijkt je het grootste nadeel hieraan? Als ik bejaarde zeg, wat schiet er bij jou te binnen? Mijn werk. Je werk? Ja. Wat doe je? Zorg, ik werk in de zorg. Okay. Dus jij zal dan als geen ander weten, wat zijn voor jou de grootste voordelen en nadelen van bejaard zijn? Ja, de eenzaamheid, mm-hmm. Wat nu heel erg speelt, ja. Dat is geen voordeel nog, volgens mij? Nee. Wat is wel een voordeel? Nou, de gezelligheid. Ja, ik vind het wel gezellig om met ouderen te werken. Mm-hmm. Ik weet niet of dat, ja. Dat vind ik tellen. Dat vind ik absoluut tellen. Ja, niet zo flexibel meer kunnen bewegen natuurlijk. Mm-hmm. Afhankelijk zijn van anderen, denk ik. Maar ja, je hoeft niet meer te werken, dus dat is wel een voordeel. Dat is zeker een voordeel. Wat voor jou? Ik weet niet, ik denk dat je best weinig geld hebt. Dus je kan niet zoveel doen. Ja. Gaat over bejaard worden. Oh, nee. ik spreek hier nog helemaal niemand persoonlijk aan, hoor. Ik stel alleen maar de vragen. De nadeel is dat je niet zo kan sporten. Want als bijvoorbeeld je tas gestolen wordt of zo, dan kan je niet achteraan rennen en terugpakken of zo. Maar een voordeel, ja, vind ik eigenlijk niet. Ik ben liever jong, ja. Oké. Okay. Ja, je ziet wel eens van die mensen die toch een beetje op een nare manier oud worden. En daar heb je niet zo'n zin in. En als je op een goede manier oud wordt, dan is het prima. Maar dan weet je wat voor niet. Dus. Wat is op een goede manier oud worden? Gezond, denk ik. Gezond? Ja. Grootste voor- en nadelen van bejaard zijn. Nou, nadelen is dat de regering niet zo goed mee omgaat. Dus dat zijn de grootste nadelen. Ja, voordelen, ja. Je hebt levenservaring. Je hebt ervaring en je... Je kunt dat delen met andere mensen. Ik denk dat dat een groot voordeel is. Ja. Oh, je hoeft weer minder. Dat weer. Maar ook wel, je kan ook minder. Dat is wel een groot nadeel. Ik denk dat wel. Ja, en met het feit dat je dan minder kan, dat je dan ook eenzamer wordt. Ik denk dat dat ook een groot probleem wordt. Ja. Wat denken jullie dat er wel leuk is aan bejaard zijn? Oma. Ja, misschien word je wel oma. Ja, dat is wel leuk. En wat denk je dat de minder leuke dingen zijn van bejaard zijn? Dat je, als je echt oud bent, dat je niet meer goed kan lopen. Ja, dat je niet zoveel meer dingen kan. Ja. Oké. Okay. En wat denk je dat de voordelen en de nadelen zijn, überhaupt? Wat van het oud, van het bejaard zijn? Van het bejaard zijn, ja. Nou, het voordeel is dat je niet zoveel meer hoeft uit te voeren. Er is geen school meer, je hoeft niet meer te werken. En het nadeel is dat je dat eigenlijk ook niet meer kan. Ja, dat zijn de voordelen en de nadelen ervan. Zowel het voordeel als het nadeel. Dankjewel, dit is wijsheid. Waar kom je vandaan? Apeldoorn. Er komen wijze mensen uit Apeldoorn. Dankjewel. Ik denk niet dat er zo'n cut-off point is. Je wordt gewoon ouder en dan steeds zwakker en zieker en dan ga je dood. En dan moet je er maar wat van gemaakt hebben. En dan is het op, precies. Op, ja. Zijn er überhaupt voordelen voor jou? Nee, niet echt. Tenminste, ik heb ze nog niet bedacht in ieder geval. Maar het gebeurt toch, dus je kunt je er wel tegen verzetten, maar... Het is er. Het is er, gewoon, ja. We worden allemaal ouder. Jij ook. Jij ook. Ja, ik weet het, man. Ik weet het. Ja, je voelt het al, hè? Ik, oh. Ja, nou, precies. De dingen die je wilt doen en kunt doen zijn wel echt... Beperkt. Nou, het voordeel, je hebt meer tijd natuurlijk voor jezelf. Mm-hmm. Als nadeel, ik zou ook zeggen, je kunt niet zoveel. Als je op de dag bent, of je nou kan lopen of niet, dat weet je nog niet natuurlijk. Nee. Dus dat is wel een nadeel, denk ik dan. Ja. Nou, een nadeel is, als je op een datingsite gaat, dan word je meteen afgerekend op je leeftijd. Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Bij voorbaat word je al uitgesloten. En dan kan je lullen over discriminatie. Ja, iedereen discrimineert. Dan maak ik me geen illusie. Dat is normaal. Ja. Dus ik zou dat ook doen. Wat zouden de voordelen kunnen zijn? Van bejaard zijn of in een verzorgingshuis zitten? Beide. Verzorgingshuis, dat je in ieder geval niet alleen zit. Mm-hmm.
Van het bejaard zijn zelf, ja, misschien dat je niet meer hoeft te werken. Maar ja, mij lijkt het nu nog heel leuk om te werken. Maar ik denk misschien tegen die tijd dat je denkt van, ik ben er wel klaar mee of zo. Dat is wel leuk geweest. Ja, nou. Zoiets. Oké. Okay. Geen idee. Ja, ik ben nog niet daartoe in ieder geval. Ik denk, het hangt er ook vanaf of je samen oud wordt. Mm-hmm. Als je altijd een maatje hebt, dan zou het wel draaglijker zijn. En of je kinderen hebt, kleinkinderen, dat je nog wat gezelligheid hebt. Maar ik ben bang dat ik me snel alleen zou voelen later. Ja. Als ik er zo over nadenk. Ik ben heel erg bang voor het fysieke. Ik wil altijd heel graag lekker op pad en sporten en heel veel bewegen en veel actie in mijn leven. En ja, je gewrichten, alles wordt natuurlijk wel wat minder goed. Dus daardoor loopt dat ook wel een beetje af. Ja. Wat is het voordeel, wat is het nadeel? Ja, ik denk maar ja, dat je maar ouder werd. Mm-hmm. Ja? Dat je hier, pintje, daar en hier. Ja. Ja? Maar het voordeel is deze, hè? Ja, ja, die heb je dan wel. Is heel geluk, hè? Ja. En nog één. Ja. Ja, dit is een sprekend voorbeeld. Dank u wel. Ja hoor. Tot zover Leven voor Gevorderden voor vandaag. Morgen, woensdag en donderdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En dan gaan we onder meer naar Danscentrum Vermeulen in Nijmegen. Hier is te zien dat men ook op een hogere leeftijd nog actief kan dansen. Graag tot dan! Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.